Mart'ta yapılacak ve siyasi uzmanlara göre hükümetin kaderini belirleyecek olan eyalet seçimleri için partiler çalışmalarını hızlandırdı. Ülkenin en güçlü partilerinden biri olan İşçi Partisi PVDA, eyalet meclisi seçim kampanyasına Lahey'de start verdi. PVDA Parti Genel Başkanı Job Cohen'le partiden birçok tanınmış simanın katıldığı seçim etkinliğinde genel olarak 2 Mart'ta yapılacak eyalet seçimlerinin önemi vurgulandı. Yapımcımız Fatih Güllapoğlu da bu etkinliği izleyenler arasındaydı. Güllapoğlu toplantıdan sonra PVDA lideri Job Cohen'le özel bir röportaj yaptı ve parti programından Hollanda'daki ırkçı yaklaşımlara, PVDA'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine yaklaşımına kadar birçok konuyu Job Cohen'e sordu. Efendim şu anda Hollanda'nın idari başkenti diyelim, Lahey'deyiz, Hollandaca adıyla Den Haag'dayız. PVDA yani Hollanda İşçi Partisi'nin bir toplantısı oldu ve bu toplantıdan sonra PVDA'nın hem genel başkan adayı hem de başbakan adayı Sayın Job Cohen bizim özel görüşme isteğimizi kabul etti ve kendisiyle bir röportaj gerçekleştireceğiz. Assis schönen guten Tag, aber rede ich türkisch, dann überweist erwarten ja. Guten Tag. Sayın Cohen, bugün son derece güzel bir parti toplantısı oldu. Bu acaba Hollanda İşçi Partisi'nin geleceği açısından olumlu bir sinyal mi? U heeft vandaag hier in Den Haag een belangrijke, waardevolle vergadering gehad. Heeft u uit deze vergadering voldoende inspiratie opgedaan om een goede tegenmoet, een goede toekomst tegemoet te zien? Jazeker, dit was voor ons ook het begin van de campagne voor de verkiezingen van 2 maart. Hele belangrijke verkiezingen. Dat wij kiezen dan niet alleen maar de Provinciale Staten, maar die Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, die zijn samen de wetgevende macht in Nederland. En dat betekent dus dat het heel belangrijk is dat die Eerste Kamer, dat die een meerderheid heeft, wat mij betreft, die zich een meerderheid die niet de kant van het kabinet kiest. Want daarmee kunnen we ervoor zorgen dat die maatregelen die het kabinet gaat voorstellen, en waar wij het niet mee eens zijn, dat we die daar kunnen tegenhouden. 11 Eylül'de Amerika'daki malum İkiz Kuleleri'ne yapılan saldırıdan sonra özellikle İslamofobi arttı ve bu arada özellikle de İslamofobiye bağlı olarak da yabancı düşmanlığı arttı. Bu Avrupa'da çok yoğun görünüyor. Hollanda'da da bir artış gözlendi. Hollanda İşçi Partisi olarak bu tür ırkçı yaklaşımlara karşı ne tür önlemleri içeren programlarınız var? Nou, sinds dat gebeurd is op 11 september in Amerika, is er zo'n soort een islamofobie in heel Europa of wereld, maar met name ook in Nederland ontstaan. Wat voor standpunten heeft u als Partij van de Arbeid, als leider van de Partij van de Arbeid, om zeg maar islamofobie tegen te gaan en dat er mensen met respect met elkaar om kunnen gaan? Nou, ik kan daar eigenlijk heel kort over zijn. Wij vinden dat iedereen zijn eigen geloof moet beleiden. Wij vinden dat het voor een staat niet belangrijk is welk geloof je beleidt. Wij vinden het belangrijk hoe je gedrag is, niet hoe je geloof is. En wat dat betreft staan wij dus echt ook tegenover een partij als de PVV van Geert Wilders. En wij hebben ook altijd gezegd, en we zullen dat nu ook zeggen, dat wij nooit in één regering willen zitten samen met de PVV. Röportajımız sizin Hollandaca konuşmanızla yayınlanacak ve Türkçe altyazıyla geleceğiz. Dolayısıyla Türkçe bilmeyenler de Hollandaca izleme şansını bulacak. Ve bu çerçevede diğer göçmenler de tabii bu röportajı izleyecek. 2 Mart'ta değil mi seçimler? 2 Mart'taki bu seçimler için ülkenizde yaşayan Hollandalı göçmenlere oy verme hakkına sahip Hollandalı göçmenlere bu seçimin önemi açısından hangi çağrılarda bulunmak istersiniz? Nou, dit gesprek zullen wij met u in het Nederlands uitzenden en in Turks zullen we het ondertitelen, zodat ook diegene die geen Turks spreekt ook goed kan volgen. Daarom is het ook belangrijk, welke boodschap wilt u aan stemmers met een migrantenachtergrond hier in Den Haag, in Zuid-Holland, in heel Nederland? Wat roept u hun op om op 2 maart vooral te gaan stemmen? Nou, mijn belangrijkste
belangrijkste oproep is om in ieder geval te gaan stemmen. Ik heb bij afgelopen verkiezingen wel eens vaker gemerkt dat mensen vanuit migrantengemeenschappen minder gaan stemmen. Juist ook voor hun is het van het grootste belang om te gaan stemmen, omdat er ook voor hun heel veel van afhangt. Maatregelen die dit kabinet neemt, die zijn heel vaak ook gericht tegen mensen met middeninkomens en lagere inkomens. En die gaan dat echt enorm merken. En daarom is het ook van het grootste belang dat dit kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer krijgt. En wij staan ervoor om op een andere manier Nederland vorm te geven, op een sociale manier. Wij vinden dat het eerlijker moet, op allerlei manieren. Laat ik één voorbeeld geven. We hebben op dit ogenblik, en dat is met name is dat ook voor migranten van belang, kennen wij de AOW-toeslag. Voor diegenen die hier gekomen zijn, maar niet lang genoeg in Nederland hebben gewerkt om een volledige ouderdomspensioen te krijgen. Dat is op dit ogenblik zo geregeld dat je dat wel kan krijgen. Dit kabinet wil dat afschaffen. Wij willen dat in stand houden. Het is maar één voorbeeld. En daarom zou ik echt ook iedereen uit de migrantengemeenschappen op willen roepen om te gaan stemmen. En als je dan op de Partij van de Arbeid stemt, dan stem je op een partij die sociaal is en die het eerlijker wil gaan doen in dit kabinet. Kuzey Afrika'da, Tunus'ta başlayan olaylar Lego etkisi gösterdi. Ve başta Afrika'daki İslam ülkeleri olmak üzere Arap ülkelerinde birer birer diktatörlükler devrilme durumuyla karşı karşıya kaldı. Şu anda bu gelişmeler yaşanıyor, devam ediyor. Ve İslam ülkeleri içerisinde şu anda gerçi demokratik olan tek ülke Türkiye. Bu açıdan baktığında Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu açısından hangi önemde görüyor ve bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne en kısa zamanda girmesi için olumlu mu bakıyor yoksa daha Türkiye'nin uzun yıllar beklemesi mi gerekiyor? Alltså met name naar Noord-Afrikaanse landen kijken, dan zie je daar bepaalde ontwikkeling, hè, wat ook Lego-effect heeft, dat al die dictatorische leiders één voor één omvallen. Nou, als we naar in zijn totaliteit kijken, dan zien we toch dat Turkije de enige islamitische land is waar zeer democratisch toe gaat. Nou, Turkije probeert al heel veel jaren toe te treden tot EU. Als wij vanuit zo'n optiek bekijken, wat is dan het standpunt van PvdA als het gaat om de toetreding van Europa of van Turkije tot de EU? Nou, laat ik in de eerste plaats, want vandaag is weer zo'n belangrijke dag in Egypte, iets zeggen over de toestand in Egypte. En als je daarnaar kijkt, ik heb er vanmiddag ook nog weer eens dit op televisie gevolgd, dan moet je in de eerste plaats toch wel weer constateren in wat een fantastisch land wij hier in Nederland wonen, waar we die democratie hebben, waar we iedereen kan zeggen wat hij wil. En dan hoop je ook ontzettend dat dat ook in die andere landen, in Egypte, in Tunesië en in al die andere landen, dat dat kan gebeuren. Inderdaad, Turkije is wat dat betreft een uitzondering. En als het aan de Partij van de Arbeid ligt, dan moet het op termijn mogelijk zijn dat ook Turkije toetreedt tot de Europese Unie. Ik çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. En heel veel succes. Dank u wel. Mutlaka oy verin.